Milan, vorig seizoen kwam je nieuw bij Adel Den Haag van de amateurs van Excelsior Maassluis. Yes. Hoe anders ben je dit seizoen begonnen? Meer zelfverzekerd? Zeker weten. Ik heb nu ook al een jaar achter de rug inderdaad. En ik heb me goed kunnen ontwikkelen qua fysiek, mentaal en ook gewoon in het spel zelf. En in het begin heeft dat zijn vruchten kunnen afwerpen, want ik ben de eerste wedstrijden heb ik gelijk in de basis kunnen starten. En dat heeft goede indruk achtergelaten bij de trainer en ik hoop dat vasthouden. Ja. Vorig seizoen, je begon ook sterk aan het seizoen. En dan weten we dat amateurs kunnen natuurlijk in de loop van het seizoen wel eens een terugval krijgen. Ja. Je werd verhuurd naar Cambuur. Dat verbaasde heel veel mensen. Daar had je wel de pech dat je natuurlijk met een blessure te kampen kreeg. Ja, klopt. Om heel eerlijk te zijn, ik voelde me niet sterk genoeg om na de eerste wedstrijd die ik bij Cambuur speelde. Vond ik me niet sterk genoeg om gelijk nog een wedstrijd te kunnen spelen. En ik had het gewoon eigenlijk eerlijk aangegeven bij de trainer, wat ik achteraf wel een beetje spijt van heb. Ja. Maar ja, op dat moment heb ik gewoon aan mezelf gedacht en ik dacht van als ik nu doorga, dan ga ik weer geblesseerd raken. Dus had ik het aangegeven en uiteindelijk is het me niet echt gelukt meer, omdat het team ook gewoon goed draaide, weet je. Ja. En wat er ook wordt gezegd, never change a winning team. Ja, dus ik zat in dat probleempje. Die periode bij Cambuur, als je dan terugkijkt, zeg je dat het nog nuttig geweest of zeg je van nou... Nee, is nuttig geweest. Ik heb nu ook een... Ik zat in een andere vibe, laat me het zo zeggen, in een winnende vibe. Dus dat straalt alleen maar positiviteit uit. En dat zag je ook gewoon bij de jongens, dat ze echt gewoon voor elkaar werkten. En dat de trainer gewoon echt overal mee bezig was om het team draaiende te houden. Competitie start uit bij Heracles. Ja, het was niet geweldig. Ik denk dat je dat wel iets anders had voorgesteld. Ja, zeker. We waren er goed mee bezig. We hadden de tegenstander ook gewoon goed geanalyseerd. En in de voorbereiding richting Heracles toe. Alleen tijdens de wedstrijd zelf hebben we inderdaad geen grip op de wedstrijd kunnen krijgen. Alhoewel wisten we wel wat we moesten doen. En ja, er waren maar heel weinig momenten wanneer we dat hadden gedaan. Maar dan zag je ook wel gelijk als we het deden dat er wel gelijk een lange bal werd gespeeld. Dus dan waren ze ook gelijk in paniek. Alleen hebben we helaas de hele wedstrijd niet kunnen volhouden. Nou, hebben jullie met elkaar die wedstrijd ongetwijfeld teruggekeken. Wat was daar nou de conclusie van? Ja, eigenlijk was de conclusie dat we gewoon niet hard genoeg werkten. Want bijna op elke positie, of de hele 90 minuten lang, werden we eigenlijk gewoon afgetroefd op felheid. En daar zijn we nu ook de hele week mee bezig geweest. Dat we gewoon echt, wat de trainer ook heeft gezegd, de hele week staat voor intensiteit. En dat zijn we nu mee bezig. En dat werkt ook, gaat hopelijk zondag ook al zijn vruchten afwerpen. Goed, zondag dan FC Groningen op bezoek zonder Robben. Dat scheelt denk ik. Ja, zeker. Het is inderdaad een dreigende buitenspeler. Iedereen kent hem natuurlijk. Maar het is inderdaad een voordeel dat hij niet gaat spelen. Maar weet je, bij Groningen hebben ze genoeg kwaliteitsspelers om hem te vervangen. Dus we kunnen Groningen niet onderschatten. Beide clubs gestart met een nederlaag. Voel je dan dat er al gelijk wat druk op staat van je moet daar toch punten pakken of niet? Ja, zeker weten. En het is ook een thuiswedstrijd. En na de wedstrijd van Heracles hebben we het ons eigenlijk ook wel een beetje verplicht om punten te halen. Want we willen niet gelijk stijf onderaan staan na twee wedstrijden. Dus we gaan er echt alles aan doen om zondag de punten mee hier te houden in Den Haag. Nou heeft ADO een jonge ploeg en dat moet groeien. Maar daar moet je ook wel een beetje de tijd voor krijgen. Maar dat krijg je haast niet in die eredivisie, want je moet gelijk punten pakken. Klopt, heb je gelijk. Maar weet je, die jongens worden ook niet voor niks gehaald. En het zijn sowieso kwaliteitsspelers. Dus ik denk dat we gewoon als we elkaar gewoon blind kunnen gaan vertrouwen dat wij echt zeker wel punten kunnen pakken. Ook al is het een jonge ploeg. Tot slot, alle problemen, coronamaatregelen, geen vol stadion. Hoe vervelend is dat als voetballer? Het is vervelend, weet je. Het is een wedstrijd waar je gewoon punten moet pakken. Het is jammer dat er geen fans zijn, maar meer kan je er niks aan doen. Het draait om de wedstrijd, het draait om het team. Weet je, wij moeten de fans ook gewoon tevreden houden. En dat doen we door punten te gaan pakken. Succes zondag. Dankjewel.